Zo jongens, het is een videootje eigenlijk een beetje voor tussendoor. Ik heb zojuist eigenlijk een soort van horror sessie meegemaakt. Ik ga niet veel zeggen, ik zit te balen als een stekker. Dus ik geef jullie alvast een voorproefje. Ik ben een avondje geweest snoeken en het was niet normaal. Maar ik zou zeggen, vergeet hieronder niet even te abonneren, like de video en like de Facebookpagina alvast eventjes. Want jullie zien mij niet meer zo praten voor de camera in dit filmpje. Maar voor de rest zeg ik keep fishing en enjoy. Again. Je was zo. Ha, ik zag het. Shit. Ja. Lekker. Oh. Eén fucking harde aanbeet, of niet? Nee, veel mee. Fuck, sterk vis. Zo jongens. Ik was eigenlijk van plan om de laatste woord te maken. Ik krijg een breuk om me heen. Ik schiet gelijk de boom daarin. Overal. Precies wat ik denk. Yo, alles goed? Ja, prima man, jij? Ja, niet. Wat dan? Ja, ik heb echt een super dikke visnet gehost. Echt niet normaal. Ja? Er ligt hier zo'n boom in het water en hij schoot gewoon doorheen. Kon niet stoppen. En we hebben hem gewoon amper gezien. Het was echt niet normaal. Dus, PR-vis? Ja, duidelijk. Het was sowieso over de meter. Ja, denk je? Ja, 100%. Oh, balen man. En, komt er ook nog eens bij. Zijn we aan het filmen. Hebben we een vis die schiet op een
rapper, maar die heeft hem niet, heeft de haken niet gevoeld. Ja. Gooi ik nog een keer, pak ik hem, heb hem op film, ja hoor, schiet hij weer los. Daarnet ook al 2 vissen gelost, dus het is echt zo bagger. Ja, dat is wel...